choke on the smoke. Tell me to quit, don't listen what I'm told. Help me forget that. Yo mensen, mijn naam is Alex en welkom bij deze nieuwe video hier mijn kanaal. Vandaag ga ik jullie wat vertellen over iets nieuws in GTA 5. Er is namelijk een soort easter egg, wat het dan ook mag zijn, namelijk je kan schat zoeken in GTA 5. Ik zelf vind het super sick en er is nog nooit zoiets in GTA 5 geweest. Maar oké, voordat wij beginnen met deze video wil ik jullie al vragen of jullie al even op dat blauwe duimpje omhoog kunnen drukken. Dat zou ik super awesome vinden. En druk natuurlijk op die abonneerknop als je dat nog niet hebt gedaan. Dat zou ik ook super awesome vinden. Laten we dan nu maar beginnen met deze video. Oké, jongens, er is dus een easter egg in GTA 5 waarmee je kan schat zoeken. Met deze easter egg kan jij dus een schat vinden en die kan jij dus ook gewoon voor altijd houden. Het is namelijk een double shoot revolver of hoe die dan ook mag heten. En ik zelf vind het een super sick easter egg. Er is nog nooit zoiets in GTA 5 geweest ook. Dus ik vind het echt super sick. De free mode is echt super leuk nu met deze easter egg. Als je dit gewoon eventjes in een paar minuutjes doet. Want zo lang duurt dit ook weer niet. Je kan deze easter egg heel makkelijk krijgen, want als jij heel eventjes een paar minuutjes in GTA 5 online speelt, krijg jij als het goed is een berichtje. In dat berichtje krijg jij een foto binnen van een locatie. Bij mij was dat een locatie met een kruisje erop, een kruis met een blaadje erbij en zo. Dus ik ben zelf maar een beetje rond gaan vliegen door de GTA 5 map en uiteindelijk kreeg ik een hele grote gele cirkel. In die gele cirkel moest ik dus op zoek gaan naar mijn schat. Of tenminste naar mijn locatie waarvan ik dus die foto heb gekregen. Uiteindelijk had ik hem gevonden en toen moest ik een briefje voorlezen waarop iets op stond van you'll never find me bladeribla. En toen ik dat gedaan had kreeg ik allemaal berichtjes. Tenminste ik kreeg allemaal vraagtekens op mijn map. Door Los Santos, door de map van GTA 5 met allemaal locaties waar ik ook heen moest. Deze locaties waren dus makkelijker te vinden omdat ze al een geel tekentje hadden. Dus ik wist gelijk waar ik heen moest gaan. Maar oké, jongens, als eerste locatie kreeg ik dus een soort schep. En bij die schep zat allemaal bloed en wat dan ook. Dus dat was wel een beetje apart. Maar oké, toen ik naar die locatie toe ging, hoorde ik al allemaal geluidjes in de verte. En als je steeds dichterbij komt bij de locatie, hoor jij een soort gerink of een belletjes of wat dan ook. Het klinkt best eng. Dus jongens, ik laat dat jullie nu even horen. Oké, jongens, dus als je dat geluid hoort, weet je dus dat je steeds dichter bij de locatie bent waar jij moet komen uiteindelijk. En uiteindelijk vind jij dan jouw bericht of jouw schep, wat het dan ook mag zijn. Want je hebt drie verschillende dingen. Als eerst kreeg ik dus een schep die ik moest zoeken. Als tweede ding kreeg ik, weet ik veel wat, dat weet ik niet meer. En als derde moest ik naar een grot toe waar een lijk lag. Ja, een lijk met een afgezaagd hoofd of wat het dan ook mag zijn. Dus dat was wel een beetje heel erg raar. Maar oké, jongens, om nog heel eventjes terug te komen op de locatie waar je op het begin heen moet met de foto. Die locaties kunnen allemaal anders zijn, dus jullie weten niet. Misschien moeten jullie wel naar dezelfde locatie toe als waar ik me geweest ben met dat kruisje op de berg. Misschien moeten jullie wel naar een mijn toe of wat dan ook. Dus dat moeten jullie zelf uitzoeken, want ja, het is niet allemaal dezelfde locatie. Iedereen krijgt een andere locatie, dus het kan heel erg verschillen natuurlijk. Maar oké, zodra jij dus die drie dingetjes gedaan hebt, die drie dingetjes gevonden hebt, plus de eerste foto waar je heen moest, krijg jij dus een schatkistje op jouw map te zien waar jij dus heen moet rijden. Als je bij die schatkist bent aangekomen, lagen er bij mij bijvoorbeeld twee boeren op de grond en die zaten dus die schat uit te graven en uiteindelijk werden hun dus neergeknald of wat dan ook. Ja, want ze lagen daar dood op de grond, dus dat was een beetje daar. Maar oké, uiteindelijk kon ik gewoon naar die schat toe lopen, kon ik hem openmaken. En daar was die hoor, mijn revolver, waar ik dus de hele tijd voor bezig was. Ik was er super blij mee, het is een super sick gunnetje. Dus ja, hij schiet ook wel lekker. Je kan er niks aan upgraden, ik ben er de ammunition mee binnengelopen. Om eventjes te kijken of er misschien, weet ik veel, een andere kleur op kon, een suppressor. Maar dat kan allemaal niet, je kan wel kogels ervoor kopen natuurlijk, bij de ammunition. Dus dat is wel super sick. Maar oké, jongens, dat was deze easter egg. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem tof? Zo ja, laat dan natuurlijk allemaal even dat blauwe duimpje omhoog achter. Deel deze video met zoveel mogelijk mensen. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende video. Later.